1, 2, 3. Yes. Mooi. Goedemiddag. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Richard Noordhoek. En het is al een tijdje geleden volgens mij dat ik hier weer gesproken heb. Volgens mij een maand of 4, 5. Nee? Hij mag even anders. Ja. Oké. Dan moet die ook net iets anders, want dan zie je mensen alleen maar mijn hoofd. Oké, ja. Alleen maar de ruitdingen. Ja, deze moet eigenlijk iets, ja, en dan omhoog. Maakt niet uit. Omhoog, waar ben je dan? Nee, je moet hem even kantelen, wat meer kantelen. Die kant op? Nee, kantelen bedoel ik meer naar voren, iets meer naar voren. Ja, nu zit je vinger ervoor. Deze? Of ja, het is goed zo. Ja, welke? Deze is wel goed zo. Ja, graag. Dankjewel. Ja. Even kijken, ik ben inderdaad al een tijdje geleden was ik hier voor het laatst. En toen was het met mijn tweelingbroer, toch? Mijn tweelingbroer was hier samen met zijn vrouw. Dus, en vandaag heb ik mijn moeder meegenomen. Dus, voor de mensen die me nogmaals niet kennen, ik ben Richard Noordhoek. En samen met mijn vrouw wonen wij in Utrecht met twee dochters, Jael en Sahava. Jael en Sahava die zijn nu op hemelvaartskamp. Die waren met een soort christelijke scouting, zijn ze daar. En ze echt hebben een geweldige tijd. En voor ons is het ook weer leuk om even te ervaren hoe het is om met z'n tweeën te zijn. Dus dat was echt een hele mooie tijd afgelopen dagen. Wat kan ik nog meer vertellen voordat we gaan starten? Ja, wij kennen Pastor Hans en ik kennen elkaar al een behoorlijke tijd. Het was in de tijd dat wij nog een kerk hadden in Amsterdam, dat we regelmatig met elkaar afspraken. En dat is al meer volgens mij een jaar of 10 onderhand geleden. Ja. Dus wat dat betreft kan je nagaan hoe goede vriendschappen, hoe die stand houden. En dat is wel belangrijk. Dus... we hebben dus op dit moment geen kerk meer. We zijn nu niet bezig met de kerk. Ik ga wel naar de kerk, maar we hebben op dit moment geen kerk meer. We hebben afgelopen jaren waarschijnlijk, als je me al wat langer kent, zijn we bezig geweest de afgelopen jaren met het uitdelen aan minder bedeelde mensen. We zijn ook bezig met eten uitdelen voor die mensen, koken. Dat soort zaken, daar zijn we nog steeds mee bezig. We hebben het TikTok-verhaal hebben we tijdens coronatijd hebben we helemaal opgetuigd. En op de een of andere manier merk ik dat we elke keer weer iets nieuws gaan doen. En dus elke keer is er wel weer iets nieuws. Want we zijn nu weer met iets nieuws aan het starten. En dat is eigenlijk... wil ik het ene in het andere over laten gaan. Want in Utrecht, waar wij wonen, daar is geen enkele kerk, ik weet niet hoe dat hier is in de buurt, maar er is geen enkele kerk die leest vanuit de basisbijbel, het boekvertaling, de bijbel in gewone taal. Terwijl dat eigenlijk ook gewoon hele normale en goede vertalingen zijn voor mensen die het niet zo goed begrijpen en het niet zo snappen. En dat is de reden dat mijn vrouw en ik hebben gezegd van op het moment dat het er niet is, dan moet het er gaan komen. En daarom gaan we dus daarom is het de bedoeling dat we om de week dat we bij elkaar komen. Dat mensen die het niet begrijpen, die de kerk misschien niet begrijpen of wat dan ook, de taal gewoon niet snappen, dat we daar gewoon dat we daar een laagdrempelig iets van maken en mensen gewoon
uitnodigen. En nou, daar is mijn moeder ook een van degenen van die daar naartoe gaat, toch? Ja, ja. Dus, en dat is heel, heel leuk, het is heel laagdrempelig, het is leuk. En het mooie is dat het, het brengt het evangelie, het brengt God dichter bij de mens. Dicht bij jou als mens. Omdat je ook, en ik geloof ook dat God dat wil van ons. Want hij is naar ons als mensen toegekomen. Hij heeft geen Hebreeuws gesproken. Hij heeft geen Nederlands of Engels of wat dan ook. Nee, bijvoorbeeld op de Pinksterdag sprak hij gewoon alle talen. Iedereen die daar was, kon het evangelie horen in hun eigen taal. En ik geloof dus dat God wilt jou spreken, wilt jou ontmoeten, daar op de plek waar jij bent. En nou, daarom denk ik inderdaad, dat is even te ver voert dat nu. Ik denk dat we het een en het ander met elkaar gaan verweven. Dus het helpen van die middenbedeelden en dit soort dingen. Als we dat met elkaar kunnen verweven, nou, dat zal een hele mooie, fantastische iets zijn. Dus dat. Ik wil vandaag met jullie gaan spreken. Ik wil vragen of jullie de Bijbel met me open willen slaan naar 1 Samuel hoofdstuk 28. Maar ja, ik kan het op dit moment even niet doen, omdat er iets op je schoot ligt. 1 Samuel 28 vanaf vers 3. En ik heb volgens mij daar al een keer over gesproken toen ik hier was. Maar ja, ik bedoel, het is niet zo vaak dat ik hier ben. Dus dan denk ik bij mezelf, van, dan kan ik best wel nog een keer daarover spreken en er wat meer dieper op ingaan. Want ik wil het vandaag gaan hebben over het gevaar van occultisme. En bewaar eventjes het woord occultisme voordat je het niet begrijpt wat het is. Parkeer dat even. En dan gaan we eerst de Bijbel lezen. En ik ga samen met jullie de Bijbel lezen uit de basisbijbel. Omdat dat een wat makkelijkere vertaling is. Dus op het moment dat je het in je eigen vertaling leest, prima. Samuel leefde inmiddels niet meer. Dus het is 1 Samuel 28 vers 3 tot aan het eind. Samuel leefde inmiddels niet meer en heel Israël had over hem getreurd en hem begraven. Hij werd begraven in zijn stad Rama. Saul had alle waarzeggers en alle mensen die de geesten van de doden om raad vragen uit het land weggedaan. Met andere woorden, alle waarzeggers, alle mensen die bezig waren met het raadplegen van doden, die had hij verbannen. Hij had gezegd, dat is verboden. Maar wat gaat hij doen? Vers 4. De Filistijnen verstamelden zich en trokken naar Shunem. Daar zetten ze hun kamp op. Saul verzamelde heel Israël en zette een legerkamp op bij Gilboa. Toen Saul zag hoe groot het leger was van de Filistijnen, werd hij bang. Hij vroeg de Heere om raad, maar de Heere antwoordde hem niet. Niet door een droom, niet door beslissingsstenen van de hogepriester en niet door de profeten. Met andere woorden, hij gaat aanvallen, hij probeert een oorlog te voeren en hij wil God om raad vragen. Dat is de eerste keer dat hij dat doet. Hè? De eerste keer in zijn leven dat hij dat doet. Hij wordt bang en hij zegt van, wat moet ik hier doen? En God antwoordt niet. En waarom niet, dat gaan we later lezen. Toen zei Saul tegen de dienaren, zoek voor mij een vrouw die met de geesten van de doden kan spreken en ik zal haar om raad vragen. Zijn dienaren antwoorden hem, er is in Endor een vrouw die met de geesten van doden kan spreken. Volgens mij had hij net alle mensen, alle waarzeggers, het land uitgestuurd. En nu wil hij zelf spreken met iemand die kan praten met doden. Toen vermomde Saul zich door gewone kleren aan te trekken en ging met 2 mannen op weg. Ze kwamen in de nacht bij de vrouw aan en hij zei, geef mij raad met de hulp van de geest van de doden. Ik wil dat je... Even weg nu.
ik wil dat je voor mij een geest oproept. Ik zal je zeggen van wie. Maar de vrouw antwoordde, je weet dat Saul alle waarzeggers in het land en alle mensen die met de geesten van doden kunnen spreken, heeft gedood. Wil je mij in de val lokken, zodat ik ook gedood zal worden? Dus deze vrouw die wordt bang. En je ziet dat het is niet zo omdat hij zei, praat met doden en dat niet mag voor God, dat hij zijn vrees voor God heeft. Nee, zij is alleen bang voor Saul. Toen zwoer Saul dat haar bij de Heer, ik zweer bij de Heer dat jou niet zal overkomen. Toen vroeg de vrouw, wie moet ik laten komen? Hij antwoordde, laat Samuel komen. En toen de vrouw Samuel zag, gaf zij een gil. Ze zei tegen Saul, waarom heeft u mij bedrogen? U bent Saul. Maar de koning zei tegen haar, wees niet bang. Zeg me wat je ziet. De vrouw antwoordde, ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde omhoog komen. En toen vroeg hij haar, hoe ziet hij eruit? Zij antwoordde, er komt een oude vrouw tevoren, een oude man tevoorschijn, met een mantel om. Saul begreep dat het Samuel was. Hij knielde en boog met zijn gezicht naar de grond. Toen zei Samuel tegen Saul, waarom heeft u mij rust verstoord? Waarom hebt u mij laten komen? En Saul zei, ik ben heel erg bang. De Filistijnen vallen mij aan en God is bij mij weggegaan. Hij antwoordt mij niet meer. Niet door de profeten en niet door dromen. Daarom heb ik u geroepen. U moet mij vertellen wat ik moet doen. Maar Samuel zei, waarom vraag je dat aan mij? De Heer is toch bij jou weggegaan en jouw vijand geworden? Hij heeft gedaan wat hij door mij al tegen jou heeft gezegd. Hij heeft het koningschap van jou losgescheurd en is aan een ander gegeven. Hij heeft het aan David gegeven. Dat is omdat je hem niet hebt gehoorzaamd. Want toen de Heer zei dat hij Amalek wilde straffen en dat je hem moest doden, heb je dat niet gedaan. Nu zal de Heer jou en je leger in de macht van de Filistijnen geven. En morgen zul jij met je zonen bij mij in het dodenrijk zijn. Saul schrok zo hevig van wat Samuel zei, dat hij languit op de grond viel. Het was ook van uitputting, want hij had de hele dag nog niks gegeten. Nog even, nog een paar versen en dan gaan we verder. De vrouw liep naar Saul toe en zag dat hij heel erg van streek was. Daarom zei ze tegen hem, ik heb u gehoorzaamd. Ik heb mijn hele leven gewaagd en gedaan wat u mij vroeg. Doe nu ook wat ik zeg. Ik zal wat te eten voor u maken. Eet alsjeblieft wat, dan zult u zich sterker voelen als u straks vertrekt. Maar Saul zei dat hij niets wilde eten. Maar zijn dienaren en de vrouw drongen erop aan en toen deed hij wat ze zeiden. Hij stond op van de grond en ging op het bed zitten. De vrouw had een kalf, ze slachtte het, maakte het snel voor hem klaar en ook bakte ze brood voor hem. Ze zette Saul en zijn dienaren de maaltijd voor en ze aten en daarna vertrokken ze nog diezelfde nacht. Nou, vandaag ga ik het met jullie hebben over occultisme. De oorzaak, de gevaren en consequenties. Nou, wat is occultisme? Dat is alles wat te maken heeft met het geestelijke zonder de Heilige Geest. Dus, spiritisme, we gaan het er zo even over hebben. Volgens mij heb ik al een keer, wat ik zeg, hierover gesproken. Maar van de week luister ik naar een podcast. Ik weet niet of er mensen zijn die weten wat een podcast is. En het zijn mensen die ook een podcast luisteren. Als je Engels verstaat, dan raad ik je de Daily Audio Bijbel aan. Dat is een Bijbel. Dus eigenlijk is dat een soort audiobijbel. Dus daar wordt de Bijbel wordt eigenlijk gesproken, wordt voor je voorgelezen. En ik heb zelf altijd last gehad, moeite gehad om de Bijbel elke keer door te lezen. En door de Daily Audio Bijbel is het deze maand, is het al voor de derde keer achter elkaar dat ik dus 3 jaar lang, dat ik 3 keer de Bijbel helemaal heb rond gaan lezen. Dus wat dat betreft, niet om mezelf op te scheppen, maar het is meer ook om andere mensen aan te vuren. En op het moment dat je zegt van nou, kijk wat zij dus doen, is zij lezen de Bijbel voor en ze bidden voor elkaar. Dus dat is Daily Audio Bijbel. Luister je nou of spreek je nou geen Engels, wel Nederlands, en heb je TikTok op jouw smartphone, dan kan je gaan naar de Leeuw van Juda. En elke dag, tussen 6 en 8 ergens,
doe ik precies hetzelfde, maar dan in het Nederlands. Dus wat dat betreft, dat is eventjes reclame maken, maar ik denk dat dat voor de goede zaak is. Dus wat ik zeg, ik had het nog nooit gedaan, ik had de Bijbel nog nooit helemaal van kaft tot kaft uitgelezen. En daardoor, hierdoor kon het wel. Dus deze week was ik dus de Daily Audio Bijbel aan het luisteren. En daar ging het over dit verhaal. Over het verhaal van Saul, die een waarzegger raadpleegt. Naar een waarzegger gaat om met de doden te praten. En daar zit een enorm gevaar in. Nou, ik wil samen met jullie eerst kijken naar de definitie van occultisme. Wat houdt occultisme in? Het woord occult betekent verborgen. Occultisme is het bestuderen of bezig zijn met het verborgene. Dat wil zeggen het bovennatuurlijke. Dat wil zeggen alles wat ik zeg, alles wat maar niet te maken heeft met de Heilige Geest. De mensen die zich met occultisme bezighouden zijn eigenlijk mensen die alle bovennatuurlijke zaken die niet met God te maken hebben. En daarom ben ik gelijk op mijn hoede als mensen zeggen, ik ben spiritueel. Ik ben geen christen, maar ik ben spiritueel. Want op het moment dat jij spiritueel bent, dan open jij jezelf voor allerlei soorten geesten, behalve de Heilige Geest. Dat is dus een verschil tussen dag en nacht. En dat is het verschil tussen het koninkrijk van duisternis en het koninkrijk van licht. Dat is dus het verschil tussen goed en slecht. En mensen die dus bezig zijn met occultisme staan in contact met gevallen engelen. Dat is nog een andere tekst die ik met jullie wil lezen. En dat is Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 13. Is iedereen daar? Even. Ik wacht even totdat iedereen de tekst heeft. Als je er bent, dan kan je amen zeggen. Ja, oké. Hoeveel Deuteronomium? Deuteronomium 18. 18. Nou, soms, hè? Ja, kan. Kun je dan beter? Ja, volgens mij wel. Nee, nu zit je helemaal, nu is helemaal het plafond. Je moet hem iets meer rechtop zetten. En ik ben mijn vinger weg. Ja. Ja? Yes, Deuteronomium 18, vers 9 tot met 13. Als jullie in het land zijn gekomen dat de Heere God aan jullie heeft gegeven, dan moeten jullie niet dezelfde verschrikkelijke dingen gaan doen als de volken die daar nu wonen. Met andere woorden, dat zijn dingen die de volken al deden voordat zij God kenden. Dus voordat het volk van God erin kwam wonen. Niemand van jullie mag zijn zoon of dochter als brandoffer offeren. Jullie mogen op geen enkele manier aan waarzeggerij doen. Niet met de wiggelroede, niet door voortekens uit te leggen of toverij. Jullie mogen geen geesten oproepen, met geesten praten of de geesten van de gestorven mensen om raad vragen. Want de Heere vindt het verschrikkelijk als jullie dat doen. De volken die nu in het land wonen, doen deze verschrikkelijke dingen wel. Juist daarom jaagt de Heere God hen weg voor jullie. Maar jullie moeten helemaal rein zijn voor de Heere God. Is het zo'n beetje duidelijk wat occultisme een beetje inhoudt? Even, is het voor iedereen duidelijk? Ja. Ja? Ja, heel duidelijk. Oké. Dan gaan we nu verder naar de oorzaken. Er zijn verschillende redenen waarom mensen met occultisme zich bezig gaan houden. Kijken we naar Saul, dan zien we een paar dingen die opvallen. Saul heeft in zijn hele leven nog nooit omgekeken naar Samuel. Terwijl hij eigenlijk bijna in dezelfde straat wonen. Nou, niet dezelfde straat, dezelfde buurt.
Maar Samuel, je ziet dat Samuel, of nee, Saul, nooit naar Samuel toe is gegaan. En Samuel sterft en Saul heeft ineens Samuel nodig. Het lijkt wel 2023. Maar hij is daar niet ineens zomaar gekomen op dat pad dat hij naar een, een waarzegger toe gaat. Waarom namelijk? Op dat pad was het was geen uitglijden. Als je van de week je Bijbel leest, lees dan maar eens de hoofdstukken die daaraan vooraf gaan. Saul was heel erg boos. Hij haatte David. Hij stond hem naar het leven. Hij heeft verschillende malen heeft hij David van het leven willen beroven. En we kunnen stellen dat David gericht was op God. Hij zei, ik zal de gezalfde des Heren niet aanraken. Ook al doet hij nog zulke rare dingen. En dingen die niet met God, die niet in overeenstemming zijn met de wil van God. Dan nog is het niet aan mij om met hem af te rekenen. Ik wil niet voor eigen rechten gaan spelen. David richtte zich op God. Maar Saul. Saul heeft zich nog nooit bekommerd om God. Hij voelde zich niks waard. Als je gaat kijken naar hoe hij geroepen was. Hij was een hele lange man. Hij was erg lang. Hij kwam door boven het volle volk uit. Maar op het moment dat hij geroepen werd en dat hij gezalfd was, dan was hij ineens bij het witgoed, bij het pakgoed. Hij verstopte zich. Dus hij voelde zich aan de ene kant niks waard, maar aan de andere kant was hij wel ook enorm trots. Door boosheid op te kroppen, ontstaat er haat. En deze haat kan omslaan in het voor eigen rechten spelen. En dat is wat er hier gebeurde. Het kan ook omslaan in bitterheid. Je wordt bitter. Wat is bitterheid? Je ziet alles met een donkere bril. En als bitterheid heel erg wordt, dan zegt de Bijbel dat het verwarring en verdeeldheid veroorzaakt. Nou, waarom kwam Saul bij occultisme terecht? Dat kwam uit onzekerheid. Hij werd bang. Het leger kwam op hem af. Hij zag dat dit ga ik niet redden. Bij wijze van spreken. Saul kwam bij occultisme terecht vanwege ongehoorzaamheid aan God. God heeft duidelijk gezegd in Deuteronomium dat je niet met geesten van doden mag praten. Dat wist Saul zelf ook. En hij was trots. Hij zegt, wie is die God wel? Dat hij bepaalt wat ik wel doe, wat ik niet doe. En aan de andere kant, wat we tegenwoordig ook heel vaak zien. Ach, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat is echt een hele gevaarlijke. Ik wil snel nog een paar andere oorzaken aanwijzen. En één daarvan is eenzaamheid. Waarom dat mensen in aanraking daarmee komen, is vanwege eenzaamheid. Bij wijze van spreken, iemand heeft een geliefde verloren. En ze missen die persoon enorm. En dan komt er iemand langs en zegt, ik kan je laten praten met diegene die jij zo mist. Maar dat is niet mogelijk. Mensen die de doden raadplegen, praten niet met de doden zelf, mensen. Het zijn gevallen engelen waar ze mee praten. Het zijn demonen. 11% van de Nederlanders voelde zich enorm eenzaam afgelopen jaar. In 2021. 31%, dus 1 op de 3, enigszins eenzaam. En als je het niet zo erg vindt om naar de waarzegger toe te gaan, want op het moment dat jij niet in God gelooft. Op het moment dat jij niemand in je omgeving hebt die zegt van het is niet wel goed of wat dan ook. Waarom zou je dat dan niet doen? Baat het niet, dan schaadt het niet. Een andere oorzaak voor occultisme ligt is gelegen in de cultuur. De cultuur van een land, de cultuur van een stad, de cultuur van een familie misschien, kan geestelijk belast zijn. Nou, voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Winti in het Surinaamse gemeenschap, maar ook mensen van de voormalige Nederlandse Antillen, waar mijn vrouw vandaan komt, mensen uit Afrika, hebben occulte gewoonten zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben.
We gaan zo verder, maar ik vind het enorm interessant om te kijken waar het allemaal vandaan komt. Want waardoor wordt die deur nou opengezet? Voor christenen naar het demonische. Onder andere, weet je, een van de grote open deuren is de katholieke kerk. Weet je waarom? Omdat deze kerk er ronduit vooruit komt dat traditie een onderdeel is van hun religie. En traditie is onderdeel van de cultuur. En de cultuur, daar komt weer heel veel occultisme bij kijken. Dus daarom worden die twee met elkaar vervlochten. Nou, we gaan verder. Iedereen kan het zo volgen? Ja? Ja. Top. Mooi. Want ik wil ook even kijken naar de gevolgen. Het directe gevaar van occultisme is dat het je afsnijdt van jouw relatie met God, met Jezus Christus. Want dat is precies waar de vijand, waar de duivel op uit is. Kijk naar Saul. Saul had alle waarzeggerij verboden. En hij gaat er nu zelf naartoe. Hij zet zichzelf boven de wet. De wet geldt even niet voor mij. Ja, nee, dat is even, dat weet ik dat dat zo is, maar even op dit moment geldt dat niet. Dat is de leugen. De wet geldt even niet. Er zijn ook kerken en instanties, kerkinstanties, die zo denken op dit moment. De waarzegger was zelfs bang voor Saul. Ze was bang voor Saul en niet voor God. Ze was bang dat ze gesnapt werd. Maar nergens lezen we dat ze bang was voor God. Wat gebeurt er met Saul? Saul wordt bang. Want Samuel zegt dat Saul nog maar één dag te leven heeft. Dus mijn vraag is, bereikt Saul hiermee zijn doel om Samuel te raadplegen? Eigenlijk niet, want hij wordt nog banger. Hij was bang voor het leger dat naar hem toe komt, maar in plaats van dat hij gerustgesteld wordt, wordt hij nog banger, want Samuel zegt, morgen ben jij ook hier in het dodenrijk. En dat is iets wat we vaak zien. Als mensen occult belast zijn, dan zie je dat dat gepaard gaat met angst. Mensen worden bang voor niks, vanuit het niks. En het is een geest die, van angst die aan het kwellen is. En de enige manier waarop jij hier vanaf kan komen, is door de naam van Jezus. Nou, wat gebeurt er nog meer met Saul? Hij wordt dus gedood. Dus dat is het oordeel dat God geeft aan Saul. En dat is hetzelfde oordeel wat we net hebben gelezen in Deuteronomium. Als jij je bezig gaat houden met al deze dingen van andere volken, waar andere volken in betrokken zijn geweest, dan zal de Heere God jou ook verdrijven uit het land wat hij jou gegeven heeft. Welk land heeft hij gegeven aan ons? Israël. Wat zei je? Israël, ja zeker. Maar ook in ons persoonlijk leven heeft hij land gegeven. Wij hebben overwinning gekregen. Wij hebben overwinning gekregen over ons leven toen wij tot bekering kwamen. Overwinning over zonde. Overwinning over tekortkomingen. Mijn leven is veranderd op vele manieren. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop God heeft gesproken en heeft gedeeld met mijn leven. En dit zet jij allemaal op het spel op het moment dat je inlaat met dingen die niet mogen. Je kunt ook, we gaan nog even een stapje verder. Je kan ook occult belast zijn. Op het moment dat je te lang met dingen betrokken bent die niet goed zijn, dan kunnen er bindingen ontstaan tussen jou en valse geesten. Als je te veel mee wordt ingelaten. En dat is de enige manier waarop ze weggaan, is dat er een hoge macht commandeert om weg te gaan. En er is maar één hoge macht. En dat is Jezus Christus. Amen. Nou, wat belangrijk is dat je weet dat ook christenen occult beladen kunnen zijn. En veel mensen hebben dat nog eens in de gaten. Wat zijn mogelijke uitingen van iemand die occult belast is? Nou, ik heb een rijtje van dingen. Dat is onder andere immoreel gedrag. Wat is immoreel gedrag? Gedrag wat met seksuele uitspattingen. Laten we het daarop houden. Op manieren die God ook... waar God ook niet achter staat. Angst. Gewoon onverklaarbare angsten, maar ook extreme angsten.
dat soort zaken, depressie, spirituele ervaringen, geen honger naar God, of juist een afkeer van God, juist een rebellie tegenover God, ongehoorzaamheid, tegen alles ingaan, valse leringen, misschien zelfs wel pogingen om jezelf van het leven te beroven. Nou, onwil om zonde te beleiden. Dat zijn onder andere zijn dat zaken, zijn symptomen dat je occult belast bent. Nou, het is belangrijk, even kijken, het is belangrijk om hier open over te zijn. Waarom namelijk? Omdat een open vijand is een verslagen vijand. Ja. En het is heel simpel, 1 Johannes 1 vers 7 zegt, op het moment dat wij belijden aan elkaar wat onze zonden zijn, dan zal God het vergeten. Niet om jou tentoon te stellen, maar om de duivel geen voet meer te geven. En dit is mijn oproep, voor vandaag. Breek met jouw zonde. Breek met occultisme, want het brengt je verder van God vandaan. Laten we samen God gaan zoeken. Je hoeft van mij vandaag niet naar mij toe te komen met dit soort dingen, want het is best wel heftig waar ik het over heb gehad. Maar zoek wel hulp. Zoek hulp bij je voorganger. Zoek hulp bij christenen, bij jou in de buurt. Voordat we gaan stoppen wil ik één misverstand uit de weg helpen. Want het is allemaal heel erg, soms heel erg hocus pocus en dat soort dingen. En dat je denkt van, oh jongens, lastig, bla bla bla. Het punt is op het moment dat wij als christenen horen van demonische bevrijding. Waar denk je dan aan? Mensen die op de grond vallen, mensen die gaan schreeuwen, mensen die gaan schuimbekken, thuis staan trekken, weet ik wat allemaal. Dat is gewoon de realiteit. En op TikTok zie ik bijvoorbeeld dat soort filmpjes ook voorbij komen. Maar weet je wat het is? Dat is vaak niet hoe het gaat. 9 van de 10 keer is dat niet hoe het gaat. Dat is 1. Het is heel simpel. Op het moment dat jij jouw leven onder de heerschappij van Jezus Christus brengt, dan worden die banden verbroken. Punt. Dat is 1. 9 van de 10 keer gebeurt er gewoon helemaal niks. Spreek je een gebed uit en natuurlijk ervaar je een natuurlijk iets, maar daar zijn helemaal geen rare dingen. 2. Op het moment dat het wel gebeurt, dan is het mijn ervaring, wat lees ik in de Bijbel, hoe Jezus met dit soort mensen omgaat, met dit soort verschijningen omgaat. Het eerste wat Jezus doet op het moment dat zo'n geest zich openbaart, is zwijg. Zo'n persoon, demon, zo'n geest moet zwijgen, moet onderworpen worden aan de wil van God. God is een God van orde, niet van wanorde. En God is een God van orde, niet van wanorde. Blijf er niet mee rondlopen. Want er is bevrijding. Er is vrijheid mogelijk. Dat je vrij wordt van angst. Vrij van depressie. Vrij van zonde waar je jarenlang aan vastzit. Door Jezus Christus. Amen. Dat is hetgene wat ik had voor vandaag. Mooi. Ja, als je dicht bent.